Waza strijders van In de Alliantie binnen Rieke, welkom bij een nieuwe aflevering van Little Nightmares. De vorige aflevering heb ik lichtelijke frustraties gehad op het feit dat ik geen diepte kon zien en nu ga ik verder. Het enige wat ik daarover nog heb toe te voegen is Abunda la Kaka. If you know, you know. Ik wou zeggen, ik zou er wel overheen moeten. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Doei. Springplank. Oh, nou, dit wordt nog meer rennen. Terug, terug, terug. Oh, tuurlijk. En dan ga ik over zijn bolle kop springen. Over zijn dikke reet. Hier, over je reet. De groeten. Je reet. Oké, ik zei de groeten. Ik zei de groeten. Je, nou, nou, ga ik weg. Je reet, zei ik. Er staat een poppetje. Oh nee, chef kok, chef kok. Hij is een chef kok. Hey. Oh, hij moet poepen. Hij moet poepen. Je ziet gewoon in zijn ogen dat hij moet poepen. Nu is de deur dicht. Ik kan daar niet bij. Dus nu. Waar moet ik naartoe? Even kijken. Dit geeft licht. Ik kan het niet oppakken. Kan ik op een van die pijpen klimmen? Waar moet ik? Ik moet hier naar boven. Daar loopt een pijp. Hier hebben we een plank. Kan ik de deur openduwen? Nee. Kan ik iets pakken om op te staan? Nee. Kan ik hier naar boven? Ik ga naar de wc springen, ja. Ik kan niet tegen dat aanspringen. Kut. Ik wil even opzwingen als ik kan. Dat kan niet. Kan ik hier iets opschuiven? Kan ik hier ergens op klimmen? Volgens mij kan ik hier op klimmen. Nee. Daar ging een wc-rol. Kan ik hieronder iets doen? Er liggen hier wc-rollen. Oh! Ze willen dat ik de mirror ga openbreken. Oké, ik kan hier naar boven klimmen. Oké. Cool. Ik ga hier overheen. Daar wordt iets of iemand geslacht. Zou het... Het zou toch niet... Is het eigenlijk zo dat ze die mensen hier zo vetmesten om ze vervolgens te slachten, denk je? Oh, ik hoef niet eens aan te hangen. Doei. Ik kan hier naar boven klimmen. Laten we het licht aansteken.
Ik kan hier naar boven klimmen, maar niet volledig, dus... Daar gaan we hierheen, hè. Oh, nee. Een hele stapel mensen, what the fuck is dat? Een hele stapel mensen, la la la. Heel erg hard sprintje trekken. Oh, oh, er zijn fucking veel mensen. Oh, er zijn fucking veel mensen. Slidation. Wat de hel is dat, man? What the fuck? What the fuck, waar moet ik heen? Oh, oh, oh. Ik ben geplet. Ik had er wel heen moeten, maar ik zag het te laat. Ja, deze game is heel unforgiving als het gaat om tijd die je overhoudt in ieder geval. Dat is in ieder geval wel heel duidelijk. Je moet echt alles eigenlijk van tevoren al weten voordat je... Je kan niet, je hebt niet de tijd om erop te anticiperen in ieder geval. Jawel. Oh, ik zat al verkeerd. Ah! Ik moest wat later dat doen, wat ik ging doen. En nu liep ik gewoon tegen de muur aan. Wat, nogmaals, perspectief. Maar de sfeer... Kijk, ik blijf de hele tijd in herhaling treden, maar op dit moment is er ook niet veel meer wat ik zeg maar kan zeggen over de game zelf. Ik bedoel, de sfeer die het neerzet is sick. De diepte die het, of de diepte die het niet aangeeft is soms vrij lastig. Het is vaag. Ze breken gewoon het hele gebouw neer, joh. Wat de fuck is dat geluid? Ja, gretig. Ja, hoerengretig. Allemaal hoerengretig. Allemaal hoerengretig, maar allemaal mis. Ik sprong te vroeg. Oh ja, die is dood. Doe man. Hey. Je hebt hier wel een mooie hoed. Mooie hoed. Kan ik deze deur open doen? Oh. Lampie. Ik kan hier wel tussendoor. Oh ja, ik heb honger. Ik refereer vanaf nu trouwens naar Sick, of tenminste wie ik denk dat Sick is. Als meisje met die, of meisje. Laten we maar die meisje doen, die meisje. Want ik heb eigenlijk geen idee hoe ze heet. Ah, oh, dankjewel. Waarom de fuck eet ik dat guy, die guy op, man? Eet die worst op. Wat de hel. Waarom eet ik niet gewoon die worstel? What the fuck? Ik weet niet eens wat die guys zijn, maar ik vind het wel zielig. Voor hetzelfde geld zijn het gewoon evil guys, toch maar. Ik weet niet wie die vrouw is trouwens. Zoals ik al zei, ik denk dat dat onze nieuwe, de nieuwe endboss is. Of gaat worden. Oh shit, we hebben nu al de volgende area gecomplete. Dat is snel. Ik dacht dat we nog wel een stukje te gaan hadden, maar dat valt me eigenlijk best wel reuze mee. Elke area tot nu toe is in ieder geval op zijn eigen manier heel vaag. Geslagen of een kapotte mirror. Kapot geslagen mirror.
We gaan deze kant op. Oké, er zit hier een slot op de deur. Slot op de pot. Oké. Waandfraction, oh ja, spiegel is kapot. Daar ligt de sleutel. Ze komt niet. Ze komt niet. Ze gaat niet komen. Ze gaat niet komen. Maar ik wil wel het poppetje. Schrok ze van dat geluid? Perhaps. Het kapotgaan van dingen. Zou ze daarvan schrikken? Dat is mijn gok op dit moment. Ze is in ieder geval weg. Waar ze is, dat weet niemand. Ik verwacht haar binnenkort nog wel een keer te zien. Oh, god voor tyfus, oké. Okay. Oh, nee, daar is ze. Oh, nee, daar is ze. Oh, nee, oh, nee, oh, nee. Oké. Okay. U wou horror, u krijgt het hoor. Don't worry about it. Godverdomme! Oh nee, ik wil het niet. Waar de fuck ben ik? Oi, 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 oi. Er ligt hier één hele spiegel. Wat heb ik net gedaan? Wat is dit? Moet ik hier nou weer mee doen? Moet ik hem meenemen ofzo? Oh. Fuck me dry. Oh nee, oh nee, oh nee. Oh nee, oh nee. Nee, 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 nee. Oh nee. Oh, wat is dat? Oh, wat gebeurt er? Oké. Okay. Oké, bitch. You wanna play a game? You can get a fucking game. I'll fucking give you a fucking game. Oké. Deze ho is by far, tot nu toe, de engste ho in de fucking game. Ah!
Oké. Ze is bang voor spiegels. Kortom, als ik haar haarzelf laat zien, is ze fucked. Kom maar. Hier, spiegel. Pak de spiegel. We gaan verder. Waar ben je? Daar ben je. Spiegel. Waar gaan we heen? Waar gaan we heen? Waar de fuck gaan we heen? Daar gaan we heen. Kijk naar je eigen hoofd. See what fucking happens. Oké. Ik heb klamme handen. Oké. Oh, ze komt hier vandaan. Hallo. Pijn? Pijn! Pijn! Sheesh! Oh nee, je gaat... Ja! Ja! Eten! Dit is fucked up though, maar what the hell? Shit man. Actually fucking shit man. Dit was de ergste boss tot nu toe. Wat de hel gebeurt hier? Hebben ze juist darkness geconsumed? I don't know. Wat gebeurt er? Ik kan niet bewegen. Wat de f... Mensen, ik bedank u voor het kijken van deze aflevering. Like, abonneer, reageer, deel het met vrienden. Hoop je de volgende keer weer te zien bij een nieuwe aflevering van Little Nightmares. See ya!